Ik hoorde dat hij toch wel erg bang is geweest, hè? Ja, een blinde darmontsteking is heel vervelend. Maar alles is goed verlopen. Wat mij betreft kan hij morgen naar huis. Gaat het met hem? Goed. Hij is rustig. Ligt hij al lang te slapen? Een half uurtje. Moest je niet werken vanavond? Nee, ik ben er. Nee, je ligt lekker te slapen. Ja. Hey, is het goed als ik jou zo meteen even terugbel? Ja? Doei. We kunnen best even weggaan. Kan hij een beetje uitrusten, toch? Ja. Dank u wel. Ik heb hem laatst voor het eerst op een leugen betrapt. Hij had bij Julius gespeeld. En toen hij 's avonds thuis kwam, liep hij ineens rond met een soort van stuiterballetje dat licht gaf. Had hij die van Julius gejat? Mm-hmm. Ja. Maar hij zei dus eerst dat hij hem van jou had gekregen. China vieren ze de eerste leugen van een kind. Een soort van de eerste stap op weg naar volwassenheid. Ja. Cool. Er zit ook wel wat in natuurlijk. De eerste leugen dan maar. Proost. Moet je morgen naar school? Nee, ik zou eigenlijk stage moeten lopen, maar ik heb afgebeld. Hoe gaat dat? Ja, wel goed. Ik vind het wel leuk om voor de klas te staan.
Bijvoorbeeld 3 dagen in de week en daarnaast mijn eigen dingen werken. Kan toch? Ik wil binnenkort iets vertellen over het kijken. Dus niet hebben over technieken, maar gewoon puur over hoe je naar je onderwerp kan kijken. Alleen heb ik geen flauw idee hoe ik dat aan die kinderen ga overbrengen. Weet je nog in Madrid? Maar bij die tentoonstelling van die Chirico. Daar hing zo'n essay van. Weet ik het, Revelation of. On Mystery and Creation. Heet dat, weet je nog? Ja, misschien moet je dat nog eens lezen. Dat gaat over kijken. En wat zeiden ze? Beterschap. Ik heb gezegd dat we vrijdag wel even bellen. Of je naar school kan. Gaan we lekker naar huis, hè? Oké, voorzichtig. Zo. Ja. Gaat mee. Ja. Nou, dan gaan we. Ik laat je nog wel even weten hoe laat ik hem donderdag langs kom brengen, goed? Ja, is goed. Dat is sowieso nog wel even.